is zo fijn. Tot de oude vrouwen zijn. Jamie, de zoveelste oefenwedstrijd, finale overwinning, een assist en je benut een strafschop. Tevreden? Ja, zeker. Zeker als je gewoon kijkt hoe we het hebben gedaan als team zijnde. Hebben we het goed opgelost. En je weet het, Excelsior is altijd wel lastig. En ja, de ene laatste wedstrijd voor de competitie is toch alleen maar lekker als je hem wint. Jullie hebben nog heel veel spelers die nog niet beschikbaar zijn, zeg maar. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen, maar het zijn er heel veel. Ja. Dan kan je toch zien aan de wedstrijd aan de hand van vanavond, dat je toch een vrij brede selectie hebben die toch wat dat betreft kwalitatief ook, zeker ten opzichte van Excelsior, de bovenliggende partij is. Ja, het is natuurlijk zuur dat die meiden geblesseerd zijn. Eigenlijk allemaal kruisblessures. Dat wil je liever niet. Maar dan ben je toch blij dat er meiden hier naar ADO toe zijn gekomen. En zeker veel meiden van de belofte die toch de stap hebben gemaakt naar het eerste. Nou, die ontwikkelen zich goed en je ziet het nu. Eigenlijk zie je geen verschil. Dus dat is alleen maar mooi. Waar ook mooie doelpunten bij, met name van Manon van Rij, vlak voor rusten, zeg maar. Dat is ook een speelster die zich aan het ontwikkelen is. Ja, ik moest hier eigenlijk om lachen, want ze had last van haar knie. Dus ik zei al, doe nou rustig aan als je eruit moet. Want ja, ik ben toch daar een beetje bang voor. Ik denk, als je last hebt, en zeker van je knie. Dus ik zei, nou, anders ga je er maar uit. En dan scoort ze zo'n doelpunt. Ik zei, nou, ik ben blij dat je nu even er nog in staat. Liz Rijsbergen was er vanavond niet bij. Tenminste, niet in het veld, maar wel op de tribune. Heb je hem nog een beetje gevolgd, die WK onder 20, dat waren allemaal natuurlijk in de nachtelijke uren, dus wat dat betreft. Ja, nou, ik heb het wel af en toe gevolgd. Alleen, als ze om 12:30 s'nachts speelden, heb ik het niet gekeken, maar wel zeg maar in de ochtend. Dus ik heb wel de wedstrijden teruggekeken. Was natuurlijk wel iets minder leuk, want je weet de stand al. Maar ik vind het toch wel leuk om Oranje te volgen. Heb je dus nog dan contact via WhatsApp of op andere manier met haar? Zeker, ja. Af en toe hebben we ook gevideobeld met haar. En natuurlijk wens je er altijd succes voor zo'n wedstrijd. Het is zeker mooi om bij Nederland zelf dat te voetballen. En ze heeft het goed gedaan. Dus dat is alleen maar mooi. En zeker ook voor ADO. Dus top eigenlijk. Je gaf het net zelf al aan. De ene laatste wedstrijd voor de competitiestart. Dat is dan op zondag 18 september thuis tegen Telstar. In hoeverre is ADO er klaar voor, denk jij? Nou, als je nu al kijkt hoe we spelen als team zijn, dan denk ik dat we eigenlijk nu al gelijk die competitie kunnen starten. Ik vind het zo lang duren, dus ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in. En ik denk het team ook. En zeker als je nu kijkt hoe we hebben gevoetbald. Die overwinning is alleen maar mooi, dus kom maar op met die competitie. Even terug naar afgelopen maandag, de Eredivisie Awards. Daar was jij ook bij als een van de gegadigden voor het talent van het afgelopen seizoen, zeg maar. Maar ja, talent, je loopt al wat dat betreft een jaartje of 4-5 mee natuurlijk. Hè? Zeker, dat is waar. Maar het is wel een hele mooie eer, vind ik, dat ik daarvoor genomineerd ben. En zo'n avond is toch wel heel speciaal om mee te maken. Als je kijkt wat voor spelers en speelsters er rondlopen. En ja, weet je moet er gewoon trots op zijn. Ik heb het dan niet gewonnen. Maar ik vind het gewoon een hele eer dat ik daar stond. En ik heb een hele mooie avond ervan gemaakt. En ik heb vooral genoten. Ik zag een foto van je in een andere outfit als wat je nu aan hebt. Wat dat betreft misstaat je dit niet, maar dat andere vond ik ook niet normaal, moet ik zeggen. Nee, hè? Een beetje vrouwelijk. Precies, ja, precies. Nee, ik heb mijn best gedaan. En zeker voor zo'n avond vind ik het helemaal mooi om er echt mooi uit te zien. Dan zie je een avond met heel veel bekende mensen, zeg maar, ook bekende voetballers. Heb je nog een gesprekje gevoerd met een van de mannelijke kandidaten? Nee, dat vond ik wel een beetje jammer. Zeker, want ik zag Haller is toch wel een groot voorbeeld. En hij staat natuurlijk ook in de spits. En hij is nu wel ziek. Dus dat is wel, ja, ik vind het toch wel mooi dat hij er was. En eigenlijk het liefst wilde ik een foto maken, maar ik vond het een beetje ongemakkelijk om dat te doen. Zeker op zo'n avond. Heb ik helaas niet gedaan, maar ik vond het wel gewoon heel vet dat die spelers eigenlijk ook zo rondlopen. Sjaak, oefenwedstrijd, finalwinst tegen een mediacompetitiegenoot. Ja. Tevreden? Wat je vanavond gezien hebt? Algemeen spelbeeld ben ik heel tevreden. Alleen de kansen die we op het laatste moment nog hebben gekregen, die moeten er gewoon in. Dan maak je hem helemaal af. En dood. Ja, en dat, maar ik ben algemeen tevreden over de inzet. En met name de beleving die mijn speelsters hebben. Ja, en dat hebben we ook aangegeven. En dat is uitstekend gegaan. Je mist een heleboel spelers door diverse oorzaken. Zoals vanavond kan je toch zien dat je wat betreft de kwaliteit en de breedte van je selectie er zeker niet op achteruit bent gegaan, laat ik het zo zeggen. Nou ja, laten we het eerst zeggen dat wij onze speelsters ontzettend missen. Want het is geen blessure dat je denkt van oké, dan ben je morgen terug. Dat blijft gewoon pijnlijk, want dat gun je niemand. Maar ook zij horen er gewoon bij. Ook dit is weer de verdienste ook van de meiden die niet spelen. Want je bent één team en daar gaat het om. En wij proberen alle zeilen bij te zetten om ze ook erbij te betrekken. Dus ja, of zij niet inzetbaar zijn of wel, dat maakt ons niet uit. Wij zijn ADO vrouwen en wij gaan als één blok gaan we naar buiten, maar ook weer terug. Dus
We gaan niet over meiden praten die er niet zijn. Want ja, dat blijf je in het gehele seizoen houden. Maar ja, ik ben gewoon tevreden over de gehele selectie. Komende zondag, over 2 weken, begint de competitie thuis tegen Telstar. Ja. In hoeverre zijn jullie er klaar voor op dit moment al? Nou ja, we willen wat fijntunen, hè, zoals een mooie trainer in zijn taal mag noemen. We zijn alle kleine puzzelstukjes zijn we in elkaar aan het wringen. We zijn ook een aantal posities zijn we ook anders in gaan richten. Kijken hoe ze daarmee omgaan. He, want in een wedstrijd kan zomaar iets veranderen. Maar ja, het duurt wel heel lang. He, we zijn 9 weken bijna straks onderweg. Poeh, ja, dat is wel heel lang. Te lang nooit. Want je probeert het allerbeste in een voorbereiding naar boven te halen bij mijn speelsters. Maar je merkt dan alles in de kleedkamer, op de trainingen, dat ze zo gretig zijn. En dat ze ervoor willen gaan. Ze zijn dus aan de competitie start, zeg maar. Ja, ze zijn er echt aan toe. Zeker. Even naar Liz Rijsbergen. Natuurlijk 30 dagen in een WK meegemaakt. Costa Rica. In hoeverre heb jij dat gevolgd? Want het was natuurlijk nachtelijke uren. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, ik heb dan het voorrecht dat ik fulltime in dienst ben bij deze club. En ik volg mijn speelsters altijd. Hoe dan ook. Maar tegenwoordig kan je alles volgen via een link. En dan kan je weer via YouTube of een andere kanaal kan je het volgen. Ja, ik ben er wel van wakker gebleven. Ik heb haar gewoon een heel goed toernooi zien spelen. Ook goede feedback gekregen van de bondscoach. Maar ik ben gewoon zo trots op haar, wat ze heeft laten zien daar. En dat moet ze gewoon hier ook gaan doortrekken bij ADO. Ja, dan wordt het weer een mooi jaar voor haar. In hoeverre is dit WK voor haar een extra boost, denk je, in haar ontwikkeling? Nou ja, luister, wij vinden het altijd mooi als de meiden voor nationaal uitkomen. Ja, daar moeten we heel eerlijk in zijn. Daar doen we het ook voor. Ja, en voor haar ontwikkeling is dat natuurlijk altijd mooi. Want je speelt tegen de beste vanuit je leeftijdscategorie. Ja, daar moet je ook vanuit gaan. Maar ja, goed, ze is nu terug. We hebben er een aantal dagen even rust gegeven. En dan kan ze dadelijk weer aansluiten. En dan gaan we weer kijken in hoever zij er klaar voor is. Even terug naar afgelopen maandag. Ik heb begrepen dat jij bij de Eredivisie Awards was in Utrecht. Hoe heb je dat hele spektakel beleefd? Of was het geen spektakel? Nou, het was vooral op het einde een spektakel. Want DJ Levente die ging even spelen. Nou, de dakplaten die gingen er bijna af. Dus we hebben daar afscheid van genomen. We hebben er wel even van genoten. Het was een heel mooi opzet. Maar ik ben ook wel blij dat de mannen en de vrouwen bij elkaar worden gevoegd in één avond. Ja, dat maakt het ook in het voetbal ook belangrijk. En een stukje aandacht naar het vrouwenvoetbal. Ja, dat is wel op zijn plaats geweest. Dus ja, ik ben heel tevreden. En wat betreft de ADO-vrouwen, Jamie was natuurlijk aanwezig en genomineerd. Ja. Hoe heb je haar bekeken? Want normaal gesproken zie je haar natuurlijk in voetbalkleren. Maar nu was ze in het lang, zeg maar. Ja, maar luister, je stelt me nu een dusdanige vraag die heel gevaarlijk is. Nee hoor. Nou, dat vind ik wel. Hoe kijk je naar haar, zeg je nu? Normaal in voetbalkleding of andere. Dan zou je kunnen zeggen, van ze zag er perfect uit. Ja, maar dat zien mijn meiden altijd. Hè. Altijd goed verzorgd eruit zien. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de nominatie op zich. Daar zijn we trots op. Nou ja, oké, Liz was ook genomineerd, maar is net erbuiten gevallen. Wat ik eigenlijk heel vreemd vond, want zij is ook een megatalent. Maar ik heb de keuze niet. Dat doet de Eredivisie zelf en de trainers. Maar wij gaan er gewoon voor zorgen om zoveel mogelijk meiden weer op die nominatieplek te krijgen. En door te ontwikkelen en zeker voor nationaal te kunnen gaan spelen. Maar het begint bij ADO. Daar moet je presteren en dan komt alles vanzelf.